Goedemiddag. Het is al gezegd, mijn naam is Erik Rinkhout. Naast mij zit de kunstenaar met wie ik heel graag in gesprek ga, Gideon Kiefer. Ik wil u nog heel even een paar praktische dingen vertellen. Wij gaan een half uurtje, 40 minuten praten ongeveer. Daarna wordt u een glas aangeboden in de archiefzaal. Helemaal achteraan, voorbij de binnenkoer, waar de Panamarenko ook staat. De Panamarenko en alle andere tijdelijke hedendaagse kunstwerken die in het Maagdenhuis te zien zijn, passen in het kader van de tentoonstelling Ecce Homo, Ecce Homo. We zijn het nog altijd niet eens hoe we het nu gaan uitspreken. De klassici tegen de middeleeuwers, denk ik. De klassici zeggen Ecce Homo en de middeleeuwers zeggen Ecce Homo, denk ik. De tentoonstelling, toch nog even aanstippen, er is ook een catalogus intussen verschenen, uitgegeven door Hannibal. Ook de catalogus is te koop aan de balie van het museum. Daarin staan dus de 63 deelnemende kunstenaars. In totaal gaat het over 126, exact het dubbele, 126 kunstwerken, die op 9 locaties in Antwerpen te zien zijn. We zijn op 1 locatie. Het was inderdaad met Daniel Christiaans en zijn ploeg, Dirk Kind, een hele prettige samenwerking. Toch nog even aanstippen dat Ecce Homo, dat dus in het Maagdenhuis, in Maaier van den Berg, in de Sint-Joriskerk, in de galeries hier vlakbij, en ook in de Virusblokken, Instituut voor Tropische, Geneeskunde, 9 locaties in Antwerpen, is dat allemaal te zien. Het is een organisatie van Galerie Geukens en De Vil. We waren met 4 curatoren, 3 dames en 1 heer. Ik was die ene heer die erbij was. En Gideon Kiefer, want daarvoor zijn we hier. Gideon stelt een toon in deze zaal, in de kapel. En zijn werk, 14 tekeningen, waarover zo dadelijk veel meer, zijn te zien in deze prachtige oude vitrines, toonkasten, die normaal in het depot van dit museum zitten. Het is misschien een beetje vreemd, want het zijn prachtige dingen die gemaakt lijken voor dat werk van Gideon. Maar die speciaal voor de tentoonstelling weer uit het depot zijn gehaald. En het zegt wel iets over onze samenwerking ook, dat het Maagdenhuis dat ook allemaal gedaan heeft. De Ecce Homo of Ecce Homo die in de vergaderzaal hangt, onmiddellijk links als u binnenkomt, die geconfronteerd wordt met het werk van Mark Manders. Wel, die Ecce Homo komt ook uit dat depot en is teruggevonden naar aanleiding van onze gesprekken. Men is gaan zoeken en men heeft gezegd, wij hebben zelfs nog een echt 16e eeuws anoniem portret dat daar perfect bij zou passen. Dat hangt daar nu ook. Dus het zegt iets over die intensieve samenwerking die we hebben mogen meemaken met het museum. Het enthousiasme is groot. En het enthousiasme voor het werk van Gideon is ook groot. Er is, Gideon presenteert vandaag ook een kunstenaarsboek, waarin de 14 tekeningen afgebeeld staan. Wat zeg je? 1 op 1. 1 op 1 afgebeeld. 1 op 1, op ware grootte. Heel mooi gedaan. Ook een uitgave van Hannibal trouwens. Het kunstenaarsboek is ook te koop. 14 tekeningen die de 14 staties van het lijden van Christus laten zien. Dat is het inhoudelijke aspect. Maar ik begin toch met een klein detail, Gideon. De mensen die al goed hebben gekeken naar de kleine lettertjes, want er zijn veel kleine lettertjes in jouw tekeningen, niet alleen visuele dingen, maar ook heel veel woorden. Wat ons meteen opvalt, is dat jij leeft in 3025 AD. Klopt. Dat doet de wenkbrauwen fronsen. Vertel daar eens iets over. Wel, die 3025 AD, dat is de dag dat ik de boeken gesigneerd heb. En dat is eigenlijk een persoonlijke tijdsrekening. En die is, normaal gezien AD gaat over jaren. Bij mij zijn de cijfertjes dagen. En 3025 is eigenlijk de dag waar ik levensbedreigend ziek ben geweest. En is ook tevens het moment waar ik beseft heb dat ik mijn werk als kunstenaar meer serieus wil nemen. Dus ik ben eigenlijk beginnen vertellen de dag dat ik geopereerd ben. En dat is 3025 dagen geleden. Dus ongeveer, hoeveel jaar dan? Dan spreken we 2008, 2009, ik ben niet ongeveer zoiets.
En ik ben eigenlijk dan ook redelijk snel opgepikt geweest door Galerie Geukens en de Vil. Dus dat is eigenlijk allemaal heel snel gegaan vanaf dat moment. En sindsdien hou ik eigenlijk die data mooi bij in mijn agenda. Ik heb een kleine zakagenda en ik schrijf iedere dag mijn eigen tijdsrekening erbij. De AD gaat niet, is eigenlijk een persoonlijke afkorting en dat, voor mij is dat meer after death in plaats van de katholieke lijn. En die after death is omdat ik beschouw mezelf een beetje als hergeboren na dat voorval. En dus vandaar. Ja. Misschien toch heel even zeggen, je was daarvoor wel al aan het tekenen, je was wel al bezig. Ja. Maar je zegt, dat levensbedreigende moment is eigenlijk een soort waterscheiding geweest. Op dat moment heb je beslist om, ik ga het helemaal anders aanpakken, ik ga het ernstig aanpakken. Kun je misschien even zeggen wat die overgang precies behelsde? Dus ik heb mij voorafgaand aan die ziekte, was ik illustrator voor kranten en tijdschriften. En ik heb eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd de wens en de droom gehad om kunstenaarschap uit te bouwen. En als je dan geconfronteerd wordt met zoiets levensbedreigend, dan is dat is best heftig. Dat is een stamp onder je kont die je krijgt. Maar achteraf, als je dat kan tenminste, dan is het ook aangenaam om dat om te draaien naar iets positiefs. En ik ben dan ook heel snel al beginnen beseffen dat ik eigenlijk ballast, die ik toen ineens als ballast beschouwde, overboord wou gooien. En het illustratorenschap was eigenlijk een van die dingen die in mijn leven mij altijd tegenhield om mijn kunst te maken. Omdat ik als je de inkomsten hebt uit tekeningen, maar het is niet kunst, het is illustraties, dan ga je niet s'avonds nog eens, ik had geen zin om dan s'avonds nog eens te werken als kunstenaar. Dus ik heb op een bepaald moment gewoon gezegd, ja, ik stop ermee, ik ga dat gewoon afbouwen en ik ga gewoon mijn eigen werk maken en ik zie wel wat er komt. En, ja, ik heb blijkbaar veel geluk gehad om Jasmin en Marie-Paul heel snel tegen te komen. Dus, nog twee dingen waar je misschien toch iets moet over zeggen. Heb je toen ook een nieuwe identiteit aangenomen? Ja. En een tweede vraag, we hebben maar één microfoon, dus ik stel meteen maar een paar vragen, dat is dan handiger. Een tweede vraag, dat zowel dat illustratorschap als dat kunstenaarschap kwam niet uit het niets. Je hebt een opleiding gehad. Ja. Ik heb een opleiding gehad hier aan de academie in Antwerpen. Ik ben eigenlijk meester in vrije grafiek, maar ik doe daar hoegenaamd niets meer mee. Het voordeel aan die opleiding voor mij was wel dat ik mijn tekenskill daar zeer goed heb kunnen ontwikkelen. Het zijn meestal tekenaars die in de grafiek terechtkomen. En jij vroeg nog iets over die naam, wat was de vraag? Ja. Je nieuwe identiteit. Ah, ja. Of ga ik daar nu te ver mee om te zeggen dat je een nieuwe identiteit hebt aangenomen? Nee. Ik werkte dus ook als illustrator onder mijn echte naam. Gideon Kiefer is een alias. Maar mijn echte naam zit nog altijd in Kiefer. En ik signeer dus eigenlijk nog altijd met mijn echte naam mijn werk. Maar ik heb een andere naam aangenomen omdat ik kom af van maken. Ik wou tabula rasa maken met mijn werk als illustrator. Ik wou mijn kunst zo rein mogelijk naar de markt toe brengen, zal ik zeggen, of naar buiten toe brengen. En ik wou daar geen bezoedeling hebben van voorafgaande dingen. Ook om het feit dat mijn illustraties totaal anders zijn dan hetgeen dat ik zelf zou maken. Waar komt Gideon Kiefer nu ook weer vandaan? Want vaak denk je, het is een Oost-Duitse kunstenaar. Ja, nee, maar dat is niet het geval. Die Oost-Duitse kunstenaar die is aangetrouwd. Dat is niet. Nee, het is een. Toen ik nog illustrator was, schreef ik ook kinderboeken of jeugdboeken. En een van de bad guys in een van die boeken is Gideon Kiefer. Hij is nu omgedraaid naar een good guy. Gideon, je zegt, je hebt Academie Antwerpen gedaan. Hoe belangrijk is dat geweest? Je hebt daar gezegd, ik heb daar mijn vaardigheden leren ontwikkelen. Was de academie interessant, goed, stimulerend of niet? Want je hoort vaak over academische opleidingen allerlei verhalen, zowel positieve. Ik hoor het verhaal van de generatie die
Fred Beervoets als leraar heeft gehad en die laait enthousiastisch over de manier waarop Fred zijn studenten begeleidde. Dat was in de schilderkunst dan. Een aantal generatiegenoten trouwens die ook in onze tentoonstelling zitten, zoals Sophie Muller onder andere, die niet meer schildert, maar die wel die opleiding heeft gehad bij Fred Beervoets. Heb jij ook zo'n aantal eikpunten in jouw opleiding of een aantal docenten waarvan je zegt van ja, die hebben mij toch echt wel gestimuleerd? Ja, ik moet zeggen dat mijn praktijk leerkrachten van de vrije grafiek mij niet zo fel gestimuleerd hebben. Ik was vooral onder indruk van René, ik ken zijn achternaam zelfs niet, ik heb nooit zijn achternaam gekend, die als kunstenaar onder de naam Nekes tekeningen maakt. En dat was mijn leerkracht modeltekenen en dat was eigenlijk mijn, als ik zie hier een paar leerlingen in mijn klas hier zitten, als ik hun modeltekening geef, dan ben ik eigenlijk René zijn werk aan het verder zetten, want ik doe dat op dezelfde manier als René. Maar voor de academie zelf, wat kan ik daar nog over zeggen? Ik was misschien nog wat jong in mijn hoofd toen ik daaraan begon. En moest ik daar nu terug naartoe zou kunnen gaan, dan zou ik toch nog iets harder mijn best gedaan hebben. Ik had daar niet, ik weet niet, ik was wel een beetje jong. Ik kwam van een college en ik werd losgelaten in de totale vrije wereld van een academie. En de academie is echt wel het tegenovergestelde van een braaf katholiek middelbare school. Als je de leerkrachten uit het café moet gaan halen om technische ondersteuning te krijgen, dan was voor mij allemaal een beetje chockerend misschien, maar ja, ik heb nergens spijt van. Het is ondertussen waarschijnlijk ook allemaal veel beter op de academie in Antwerpen. Ik wil daar niet de grond in praten. Je hebt het zelf aangegeven, een braaf college. Er zijn twee elementen en zo gaan we stilletjes aan naar het werk dat hier te zien is. Twee elementen, het katholieke en aan de andere kant de plek waar het zich allemaal afspeelde. Jouw geboorteplaats? Neerpelt. Neerpelt en de plek waar je dus ook lang gewoond hebt, ja. Neerpelt. Ja. Zowel Neerpelt als het katholieke element, de katholieke opvoeding, hebben een belangrijke rol gespeeld. Onder meer in de totstandkoming van de 14 tekeningen, ja, die we hier te zien krijgen. Maar niet alleen die 14 tekeningen, in je vroeger werk ook al. Ja. Wat mijn katholieke opvoeding betreft, dat valt goed mee. Ik ben niet heel streng katholiek opgevoed. Maar ik heb wel mijn tijd, mijn uren in de kerk van Neerpelt doorgebracht. Met name als mijn grootmoeder aanwezig was. Dus ik heb daar wel een tijd doorgebracht, maar ik ben niet streng. We moesten niet elke week naar de kerk. En ik heb dan het plan opgevat toen Jasmin en Marie-Paul mij vroegen om deel te nemen aan de Ecce Homo tentoonstelling. Was voor mij de link naar Neerpelt rap gezet, omdat mijn werk draait vaak over het combineren van jeugdherinneringen met een sociale insteek. En ik zag het beeld Ecce Homo voor mij, het katholieke beeld, de katholieke schilderijen. En dan, ja, dat was voor mij meteen, dus dat is de aanvang van de kruisweg. En dan is er ook de vraag gekomen van Jan Maas, die ook in het publiek zit, om een mooi boek te maken, het boek dat wij hier straks ook gaan tonen. En dan ben ik beginnen denken over meerdere tekeningen, want aanvankelijk ging ik meedoen aan deze tentoonstelling met één werk. En zoals de meeste kunstenaars, die hebben één of twee werken. En dan kwam al heel rap het idee van die kruisweg te gebruiken. Omdat de kruisweg in Neerpelt, is de momenten dat ik in die kerk zat, was ik niet heel aandachtig met de mis bezig. Maar vond ik het, ik heb altijd interesse gehad in beelden, kijken naar beelden. Als ik een foto zie of een tekening zie, ik ze altijd. Ik ben super geïnteresseerd in beeld. En dat was dan ook mijn enigste afleiding en mijn enigste plezier, laten we zeggen, in die kerk, was kijken naar die schilderijen die daar liggen. En dus vond ik dat een leuke insteek om die te gebruiken naar deze tentoonstelling toe. Maar ik heb mij wel meteen ook heel ver weggehouden van die van het katholieke. Er zit geen katholieke ondertoon in mijn schilderij, het zijn mijn tekeningen. Het zijn meer mijn persoonlijke kruisweg die ik daarin afbeeld, omdat iedere statiegang
wel lichtjes refereert naar een van de statiegangen, maar vooral ook handelt over een jeugdherinnering en met name meer over global warming. Dat is mijn... Maar ik ga misschien wat te snel in jou. Nee. het is inderdaad die combinatie van een heleboel dingen die het merkwaardig maakt. Misschien moeten we toch al even er dieper op ingaan, op jouw heel persoonlijke manier van aanpakken. Want je zegt 14 staties van de Kruisweg, maar het is niet meteen zeer herkenbaar. Misschien kan ik er de eerste tekening eens bij halen, de tekening waar het mee begint. Ja, ik moet misschien er al bij zeggen dat de bedoeling was dat ik het niet per se heel herkenbaar wou. Ik wou niet de maker worden van een kruisweg, dus ik wou niet... U kunt het natuurlijk daar ook allemaal in het echt zien. Ik bedoel, zoals het getekend is door Gideon. Maar dit is dus 1-op-1. Zo ziet u het. Misschien voor de mensen die het wat minder goed kunnen zien. Gideon, misschien kun jij het even beschrijven in die eerste... Dus de Ecce Homo waar de kruisweg mee begint. Ik zal de microfoon misschien even nemen. Waar de kruisweg mee begint. Dus die Ecce Homo, Ecce Homo is... als bijbelstafereel de presentatie van de bespotte Christus die aan het volk getoond wordt door Pontius Pilatus, de Romeinse landvoogd in Judea. Dus de dag daarvoor, of enkele uren daarvoor, is Christus gevangen genomen. Hij is gegeeseld, hij is ondervraagd, hij wordt vernederd, bespot, wordt een doornenkroon op zijn hoofd gezet. Hij krijgt een soort mantel die hem tot koning zou moeten kronen, een scepter van riet. Dus dat is de klassieke uitbeelding in de Renaissance, in barok, Quinte Matsijs, Rubens, Caravaggio, ze hebben het allemaal uitgebeeld. En dat is het begin van die 14 staties, dat is de allereerste. En dus dit is eigenlijk de echte Ecce Homo die jij hier uitbeeldt, maar op jouw manier uiteraard, als een soort... Een tekening met, je gebruikt ook een aantal technieken waar we het zo meteen kunnen over hebben. Je werkt met lakens, gewaden, maar met een heleboel kanttekeningen, zoals de miniaturisten vroeger ook deden. Hè, die ook een heleboel kleine tekeningetjes in de marge brengen. Ja. Maar ik laat jou verder alles uitleggen. Dan specifiek over deze tekening. Ja. Wat is jouw specifieke aanpak geweest? Wel, het uitgangspunt is uiteraard de eerste statiegang, maar in dit geval is het hoofdzakelijk een jeugdherinnering die er naar boven gehaald wordt. Dus als je in het boek kunt kijken of straks het werk kunt bekijken, is het enige wat echt verwijst naar de statiegang zijn deze twee schetsjes onderaan, omdat die echt uit het schilderij komen. En daar staat Jezus met zijn kleed. Ik heb Jezus verwijderd, alleen het kleed staat er. Dat is de enige referentie naar de statiegang. Maar de herinnering waar ik het over heb, is ik ben ooit in de kerk van Neerpelt aan de hand van een vreemde man naar buiten gewandeld als kleine jongen. En ik had dat niet door. Die man die schepte daar blijkbaar een plezier in om dat niet kenbaar te maken, waardoor ik dus eigenlijk een hele weg heb meegelopen tot ik zag en ik voelde eigenlijk iets aan de hand van die meneer. Van, klopt hier iets niet? Dat is mijn vader niet. Maar ik had niet meteen de reflex van naar boven te kijken en ik liep gewoon mee. En, op een bepaald moment zie ik en ik zie dat dat iemand anders was. En dan was ik even in paniek omdat ik mijn vader niet vond. En dat is eigenlijk de kleine jeugdtrauma van het verloren lopen in de supermarkt. Of ik denk dat iedereen dat wel heeft meegemaakt. En dat zijn de handen die... Dat is hier dan letterlijk vertaald, die tekening. Maar ik heb het ook in het doekenspel gezocht. Van twee vormen die elkaar even aanraken. De rest van mijn tekeningen, daar ga ik misschien best even op voorhand zeggen, zijn eigenlijk allemaal, bij wijze van spreken, voorstudies voor sculpturen. Ze zijn altijd gekaderd in een soort van architecturale setting. En in mijn hoofd zie ik dat als een beeld dat ik ooit zou willen maken. Ja. We hebben het hier nu over nummer 1 van de statieweg. Maar het was niet de eerste tekening die je gemaakt hebt. Je hebt ze niet chronologisch gemaakt van 1 tot 14. Nee. Waarmee ben je begonnen? Ik ga even kijken.
Deze is de eerste. Kleine koning, wacht. Deze is de eerste. Nummer 12. Nummer 12. En wat is nummer 12 in de kruisweg? Dat is Jezus aan het kruis genageld. Dus eigenlijk is het bij mij heel duidelijk. Het zijn drie vlaggen op een berg. Dit werk verschilt van de rest een beetje, omdat ik het ook... Het is het eerste werk en ik heb het ook voor... ik heb het gemaakt en dan is er een korte periode tussen geweest. En dan ben ik in één ruk heb ik de rest gemaakt. Dus hier is van sfeer een beetje anders. En daarom misschien net interessant dat ik daar een hele andere mindset had dan de rest van de tekening. Maar het verwijst letterlijk naar het schilderij met Jezus aan het kruis en de twee andere gekruisigden erlangs. Maar de berg is niet de Calvaryberg, de berg is een berg in Kontig, waar ik een jeugdherinnering heb opgehouden met een vriend van mij, waar wij twee nachten hebben doorgebracht langs de E19. Wie goed ziet? Je ziet een schetsje van een tent en daar staat ook bij over wie het gaat. Dus, de waterval die daar naar beneden komt is eigenlijk nog een overblijfsel van een vorige reeks, want mijn werk is, ondanks dat dit een echte afgebakende reeks is, is allemaal wel heel lineair en gaat eigenlijk allemaal heel organisch in elkaar over. Dus daar zat nog een, ik heb een reeks gemaakt die ik vorig jaar in Beaux-Arts in een beurs, een tekeningenbeurs tentoongesteld heb. Het waren allemaal tekeningen met watervallen. En die watervallen waren ook allemaal constructies die in een soort van ja, architecturale setting vastzaten. Dus in de natuur die door de mens binnen in een, ja, in een huis of in een constructie geplaatst is geweest. En hier zie je nog die waterval die berg overstroomt. Ook omdat ieder werk in dit boek en ieder werk dat hier ligt dus, heeft een ecologische... ik heb daar een ecologische mening die ik daarin wel kwijt wil. En, het water is hier, het water dat ook binnenstroomt door het probleem van de opwarming van de aarde. Daar is het, daar moet erin zitten. Kunnen ze mij niet goed horen misschien? Wat zeg je? Ben ik duidelijk als ik spreek? Want ik zie sommige mensen echt... Er komen een aantal dingen bij elkaar, want je neemt een aantal thema's samen in deze hele reeks. De reeks is helemaal opgebouwd rond gewaden, die verschillende betekenissen ook nog eens hebben. Maar je hebt heel duidelijk gekozen om alles uit te drukken met enorme, al dan niet wapperende, gewaden. Ja. Die gewaden, dat zijn eigenlijk beelden die ik heb gehaald van fotomateriaal dat ik gevonden heb. Over de Rhône-Alp-gletsjer, en dat is een gletsjer in Frankrijk die, ik weet niet of ze het nog doen, maar die is afgedekt geweest tegen het smelten. En ten eerste leverde dat prachtige beelden op, vond ik, dus heel intrigerende beelden, want het zijn eigenlijk heel trieste beelden, omdat de absurditeit van het menselijk handelen daar volgens mij zeer mooi geïllustreerd wordt. En ik zag ook meteen een referentie naar het lendendoek van Jezus en naar de drapages van de Romeinse soldaten en in heel die kruisgang. Dus ik zag meteen dat als een soort van puzzel in elkaar vallen. Ik kon mijn ecologisch verhaal kwijt en ik kon die link leggen naar die kruisgang. Plus ik het ook een uitdaging vond, puur tekentechnisch, om al die drapages te schilderen, wat ik heel plezant vind als ik mijn eigen het wel moeilijker maak. Dus vandaar. Ze zouden ook kunnen verwijzen naar afgedekte meubelen, bijvoorbeeld in een oud herenhuis. En voor mezelf zit er ook een link in naar de Vlaamse primitieven. Gewoon zij pakten ook uit met het schilderen van drapages. Dus voor mij zitten er heel veel lagen in die stoffen. Ja, het leuke is dat we hier trouwens voor een schilderij zitten met ook nogal wat drapages. En de eindfase, ja, de kruisiging van Christus met ook de lendendoek enzovoort. En de andere gewaden die hier te zien zijn. Het is merkwaardig voor de mensen die trouwens het hele parcours zullen doen vandaag. Zullen zien dat een aantal kunstenaars met drapages werken. En verwijzingen naar die lendendoek, Sarah Westphal, om er maar één te noemen, in de Sint-Joriskerk en in de galerie Marion de Canière,
Zij werkt ook met die drapages. Bij haar heeft dat dan weer andere betekenissen. Maar het is opvallend dat er toch visuele overeenkomsten en echo's zijn. Ja. Ja. Wat zeg je? Heel frappante overeenkomst. Ik vind met Sarah dat werk dat hij in de Sint-Joriskerk staat. Ik dacht dat ik naar een beeldje van mijn werk stond te kijken op een bepaald moment. Maar kijk, er zijn soms overeenkomsten. Dat kan. Een andere overeenkomst, we hebben er met elkaar al over gepraat, is Christo natuurlijk. De inpakkunstenaar. Maar toch is het anders. Ja, ik moet eerlijk zeggen, toen ik het hier aan het opstellen was, toen was er een fotograaf van het OCMW, die moet alles vastleggen. En die sprak mij over Christo. En ik ken het werk van Christo uiteraard, maar het was de eerste keer dat ik de link zelf had gelegd. Dus ik heb eigenlijk weinig... Ja, ik had geen bedoeling om daar een verwijzing of een... maar mijn tekeningen zijn niet echt ingepakte dingen. Het zijn meer... De doeken hangen eigenlijk over een vorm die verdwenen is. Je ziet ook zwarte gaten tussen de scheuren van de doeken door. Terwijl Christo die pakt gewoon voorwerpen in. En, dus ik heb daar geen echte geen link mee of zo. Mm-hmm. Het zijn voor jou, je hebt het al even aangehaald, het zijn voor jou ook bijna voorstudies, voorsculpturen. Ja. Het is grappig dat je al iets genoteerd hebt. Eigenlijk voel ik me een beeldhouwer, om dat oude woord te gebruiken, enfin, een sculpturenmaker. Ja. Denk je dat je ze ooit kunt realiseren? Ik zou het hopen, maar ik denk, mijn tekeningen, daar staan soms kleine mensen bij en die mensen die dienen om een schaalverhouding te kunnen geven, zodat de kijker weet van het is echt wel zo groot. Ik gebruik die figuurtjes eigenlijk zoals een architect bij een braakliggend stuk grond. Zet die wel eens een tekening neer of een grote plankaart met een tekening op en dan hier komt dit gebouw en dan zetten ze daar ook mensen bij om een schaalgevoel te geven. Alleen een architect is dan de mogelijkheid om dat braakliggend stuk grond vol te bouwen met zijn idee. Maar mijn ideeën of mijn sculpturen die ik dan zou willen maken, die zijn zo megalomaan groot dat ik daar niet... Ik vrees dat braakliggend gaat blijven, dat is de grond. Het is ook veel goedkoper om er een tekening van te maken. En ik heb al wel eens gezegd dat ik een goede dictator of zo nodig heb die daar helemaal ziet zitten om dat te betalen. En dan komt het er misschien nog ooit van. Voorlopig blijft het bij 2D. Ja. Je hebt het daarnet ook al aangegeven, een van de mogelijke verklaringen, een van de mogelijke betekenissen van de gewaden, is dat afdekken van die gletsjer. In een aantal, of in de meeste tekeningen, zo niet in alle tekeningen, maak je heel duidelijke statements in woorden die verwijzen naar de klimaatopwarming. Want eigenlijk is dat de essentie van de reeks. Ja. Klimaatopwarming, het feit dat we de aarde naar de verdoemenis aan het helpen zijn. Ja. Denk je... Enfin, men zegt vaak, kunst kan de wereld niet redden. Je maakt een duidelijk statement, maar wat hoop je daarmee te bereiken? Wel, ik denk niet dat kunst de wereld gaat kunnen redden. Dat is volgens mij onmogelijk. Maar ik heb mij wel tijdens het maken van die tekeningen ben daar heel erg mee bezig geweest, omdat ik wel een boodschap in mijn tekeningen steek. Maar ook op hetzelfde moment heel goed realiseer dat mijn boodschap absoluut niet duidelijk is. Dus mensen die naar mijn werk kijken, die gaan daar zelf wel iets, een verhaal in gaan zien. Of dat gebeurt heel vaak dat mensen een beter verhaal erin zien dan mezelf. Maar ze gaan niet de boodschap zien die ik bedoel. En ik heb daarom ook een citaat vooraan in het boek gestoken, waarin ik mij die vraag duidelijk stel of mijn boodschap niet, het is in het Engels, maar ik vraag me af of mijn boodschap, die op dit moment een hondenfluitje is, niet beter met een megafoon moet geroepen worden. Omdat ik de laatste tijd, ik lees heel veel over klimaatopwarming en ik volg dat eigenlijk al heel lang. En ik begin steeds meer en meer en meer boeken te lezen en artikels te lezen die eigenlijk bijna al iets aan het vertellen zijn van we zijn eigenlijk te laat. Het gaat niet zijn over 1000 jaar, het gaat niet zijn over 10.000 jaar, maar het gaat allemaal veel sneller gaan en het gaat allemaal veel erger zijn. En
wij blijven allemaal lekker gezellig het vliegtuig pakken en twee keer per jaar op vakantie gaan en we rijden met de auto. Van, ik zelf ook, hè, dus niet dat. Dus ik heb mij ook de vraag gesteld, moet ik militanter worden in mijn boodschap? Maar ik wil dat eigenlijk niet, want ik wil eigenlijk ook mooie dingen maken. En ik probeer nog altijd op een mooie manier een tekening te maken. En ik wil geen poster kunst maken die duidelijke boodschappen naar buiten roept. Ook omdat ik wel echt besef dat kunst gaat de wereld niet kunnen redden. Dus ik hoop door er dit bij te vertellen, door hier even daarover te praten, dat weer iets doet. Zo het dan zo noemen. Maar, ik wil geen militante klimaatjongen worden of zo. Alhoewel het misschien wel nodig is. Okay. Je haalt een aantal autoriteiten aan, je citeert ze in de kleine lettertjes die erbij staan, soms de wat grotere lettertjes. Je hebt het onder andere over die albedo-effect. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Het albedo effect is eigenlijk het feit dat er veel ijs op de wereld is, heb je een grote weerkaatsing van het zonlicht, waardoor dat de aarde afkoelt. En als de zon weggaat, of als het ijs gaat verdwijnen, het verdwijnen van de gletsjers, het verdwijnen van poolijs, dan gaat de weerkaatsing niet meer zo goed gebeuren en gaat de opwarming nog eens versnellen. Dus als je dan hoort dat ze voorspellen dat binnen niet zo heel lange tijd het ijs verdwenen gaat zijn, ga je nog eens een versnelling krijgen en het gaat altijd maar sneller en sneller en sneller. En dat is eigenlijk het idee dat daarachter zit. Ja. Ja. Je citeert nog een aantal denkers en een aantal autoriteiten. Dus er zit ook een leuke vraag in. Hè. Waar was je het staat in het Engels. Where were you when the Larsen Sea Ice Shelf broke up? Normaal stellen we die vragen, waar was je toen de Twin Towers in elkaar zakte, de aanslag, waar was je toen president Kennedy werd doodgeschoten enzovoort. Dus bij jou is het een natuurfenomeen en die Larsen Sea Ice Shelf, die gigantische gletsjer, is eigenlijk een vertegenwoordiging van die deep time ook, hè, wat je vertelt. Ja. Het feit dat je daar, als dat instort, zo'n gletsjer, zo'n ijsblok, dan gaat het eigenlijk om tienduizenden jaren die instorten. Ja. Langer, hè? Ja. Ja. Wel, die zin van die Larsen Sea Ice Shelf, ik denk dat nog niet zo heel lang geleden gebeurd is. Het is een x aantal maanden geleden gebeurd dat er een heel groot stuk ijs is afgebroken in Antarctica. En dat is eigenlijk het grootste stuk ijs dat al ooit is afgebroken is en dat dus aan het afkalven is. Maar als je dan daar de pers en de berichtgevingen op nahoudt, dan zie je dat eigenlijk altijd maar als een klein vet vertje ergens op pagina 4, bij wijze van spreken, verstopt zit. Terwijl het eigenlijk bijna een heel belangrijk moment is geweest. Het is eigenlijk de eerste keer dat je ziet van, maar het gaat hier nu wel echt snel vooruit gaan. Als er een ijsstuk ter grootte van Alabama gewoon even de zee in slaat. Dus dat was bij mij ook weer hetzelfde probleem dat ik zelf als kunstenaar heb met mijn boodschap. Dat ook niemand van belang daar zeer veel aandacht aan geeft. Er zijn wel mensen echt mee bezig, maar wij net doorgaans zitten daar eigenlijk niet echt. Wij liggen daar niet echt allemaal voor wakker. Wij doen allemaal gewoon ons ding. En dan die deep time dat je zei, dat is een titel van een werk. Deep time heb ik gewoon gegeven aan een tekening, omdat ik dat zo'n mooi beeld vond. Als je een gletsjer ziet, je ziet wel van die filmpjes op YouTube of documentaires, dat er gletsjers die in de zee storten, dan stort er aparte mensgebouwen, grote stukken ijs storten in. En die stukken ijs die zijn miljoenen jaren oud. En het feit dat je dat ziet, is het gebeuren van het instorten van miljoenen jaren tijd op een paar seconden tijd verdwijnt. En ik vond dat zo'n mooi poëtisch beeld en die titel. Dus ik vond het logisch dat ik een werk daar rondgemaakt heb. Deep Time is nummer 9 van de reeks. Nummer 9, meteen we gaan opzoeken. Nummer 14, de graflegging van Christus, noem je The Last Stand. De Alamo. En de Alamo verwijst naar een
Western, maar dus naar eigenlijk de onafhankelijkheidsstrijd ook van Texas tegen Mexico. Ja. Een klein dorpje dat, waar vrijheidsstrijders, enfin, dank je vanaf aan welke kant je staat, hoe je ze noemt, maar Amerikanen tegen Texanen tegen Mexico, je noemt dat Remember the Alamo. Ja. Het is bijna gedaan. Het is een hopeloze strijd. Ik moet hopen van niet, of ik mag hopen van niet, maar ik ben daar niet meer zo zeker van de laatste tijd, als ik de dingen die ik aan het lezen ben. Maar The Last Stand is ook wel die verwijzing naar de graflegging van Jezus. Ik wil ook als een eindpunt beschouwen. En soms vind ik het ook gewoon leuk om daar een woordgrapje van te maken, om er iets bij te halen. Zoals ik ook in een andere tekening een verwijzing doe naar Veronica. Er is een Veronica die in de kruisweg Jezus zijn gezicht afdroogt. Maar de Veronica in mijn tekening is gewoon Veronica van Elvis Costello die daar naar voren komt. Gideon, om af te ronden wil ik toch nog iets aan jou, de kunstenaar, echt vragen. De kunstenaar die met pen en papier bezig is. Het is geen gewoon papier waar je hierop tekent. Het zijn oude boekomslagen, covers, de binnenkant, van waar die aanvechting om dat te doen en niet op nieuw papier te werken. Ik werk voor de kleine tekeningen die ik maak, werk ik bijna uitsluitend op boekenkaften, op binnenkanten van boekenkaften. En de reden waarvoor ik dat doe is. De binnenkant van oude boekenkaften met name, die zijn altijd vergeeld. Je kan het zien aan onze krijt. We hebben het een beetje proberen na te bozen met de voorkant. En dat geeft al een soort van bruine, gelige onderschildering als het ware. Zoals dat ook de klassieke voorgangers, zij schilderen ook altijd op een bruine of een grijze onderkant. En dat geeft al meteen een binding in uw werk, waardoor het werk veel rapper, ja, mooi bij elkaar gaat passen. Het is ook veel aangenamer om daarop te werken, omdat je daar niet, de witte, nieuwe, kraak, sneeuw, witte pagina's die je in de Schleiper kunt kopen, die zijn veel te wit voor mij. Dus ik heb graag een beetje patine op het papier staan. En ik gebruik dan de binnenkant van boekenkaften, omdat dat ook weer oude boekenkaften, want de oude boeken zijn zeer kwaliteitsvol qua papier, qua lijmen en zo. Dus die hebben al een tijd doorstaan, dus het is heel, heel fijn om te werken. En ik werk met aquareltechniek onder andere, waarbij veel water aan te pas komt. En door het feit dat die boeken mooi verlijmd zijn geweest, gaat het papier blijft heel de tijd mooi strak staan. Wat ook weer een plus is. En dan daarnaast het kapotscheuren van een oud boek, wat soms wel wat moeilijk is om te doen, maar dan komen er ook soms dingen tevoorschijn, zoals heel oude boeken werden wel verlijmd met kranten en zo. Dus je krijgt dan uit het kapotgescheurde deel komen er dingen opdoemen, draadjes, katoen. En dat geeft eigenlijk aan de tekening een iets tastbaars meer. Het is geen tekening meer, maar het wordt bijna een voorwerpje. Of het krijgt een tactiliteit die ik heel poëtisch vind. En mijn werken worden ook altijd ingekaderd achter glas in een soort van een bakje, waardoor het eigenlijk nog eens benadrukt wordt dat het eigenlijk een voorwerp is waarop een tekening staat. Ja. En zo worden het bijna kleine sculptuurtjes, hè? Waar ik graag naartoe zou willen gaan. Ik heb nog één laatste vraag. In je werk, in deze reeks, zitten heel veel opzettelijk zichtbare perspectieflijnen. En je doet dat met een heel duidelijke bedoeling. Ja. Ik gebruik niet enkel alleen in deze werken, maar ik doe dat bijna altijd. Ik ga in tegenstelling tot wat er normaal gebeurt, is dat je als je een tekening maakt, ga je vanuit een perspectieflijn misschien wel een opzetting doen. En dan ga je zorgen dat die tekening die perspectieflijnen gaan verstoppen. Maar ik ga na mijn tekening opnieuw mijn perspectieflijnen nog eens ophalen. Ik ga met balpen een horizonlijn duidelijk doorheen mijn tekening krassen.
Ik ga mijn verdwijnpunt duidelijk aanduiden. En, als het ware ga ik een heel academisch, want het is pure academische tekentechniek, éénpuntsperspectief, tweepuntsperspectief, ga ik gebruiken als bijna een abstractie, waardoor mijn werk eigenlijk op een of andere manier een beetje loskomt van het figuratieve, omdat dat figuratieve soms ook heel erg fout kan gaan. Dat kan ook heel erg kitscherig worden of heel erg, ja, en door daar een laag overheen te leggen, terug op een, met een academische achtergrond, zal ik zeggen, wordt dat iets helemaal anders en dat werkt supergoed. Dat is ook de reden waarom ik heel graag fluo verf in mijn werk gebruik, omdat het los van, omdat het eigenlijk een recent product is, zal ik zeggen. En ik pas dat toe op oude boeken en een oude manier van tekenen en schilderen. Vind ik het plezant om balpen en fluo verf toe te voegen, om die, daar geeft het een beetje een krak, ik weet niet hoe ik dat zeg. Ja. Een bevreemdend effect? Crème. Ja, of bevreemdend, vervreemdend? Ja, ja, dat kan ook, ja. Ja, dus je hebt dat wat afstand. Ja. Ja. En het is ook, voor mij was het ook, wacht, wat moet ik er nog even bij zeggen met die perspectieflijnen. Het feit dat ik dat doe, is omdat ik een klein middenvinger wil opsteken naar die minimale hedendaagse kunst. Omdat ik door dat te doen, wordt het zelf ook een klein beetje conceptueel. Wordt het ook een klein beetje, ja, minder figuratief. Maar ik doe dat op zo'n academische manier dat dat eigenlijk voor mij een mooie middenvinger is. Heel veel betekenissen, heel veel bodems en dubbele bodems. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u die uiteraard zo dadelijk aan de kunstenaar zelf stellen. Dank u voor uw aandacht. U wordt uitgenodigd in de archiefzaal. U kunt het boek inkijken, het boek kopen, het boek laten signeren en nog vragen stellen. Dank u wel. En jouw zus is binnengekomen? Ja, die is al wat lang. Een half uur te laat. Ik zag jou kijken, dus ik dacht, dat moet de zus zijn. Ja. Ja. Erik, blind. Dat is goed.